En weerom kwam Dit is een podcast van AVROTROS voor NPO Radio 1. Keek mee met ons allen en we schrokken weer op, want we kunnen niet met de dood omgaan. Zeker niet in het cyclisme. Welkom bij podcast De Kopgroep en vandaag fietsen mee Maarten Ducro, Maxime Horsels, Mart Smeets en ikzelf Joost Vullings. Ja, en Mart, jij begon in jouw zinnetje niet over de Tour, neem ik maar aan, maar over de Ronde van Oostenrijk. Ja, daar is helaas weer, met nadruk, helaas weer een renner overleden door een valpartij. Dit was een Noorse jongen. En daar stond ik bij stil. Ik wil niet zeggen dat de dood mijn specialiteit is, maar ik heb wel ooit een les gekregen van Jean Nelissen. Schrijf ze allemaal op, zei Jean. Op de dag dat Fabio Castartelli overleed, was iedereen compleet de weg kwijt. En Jean dook toen in zijn tas en kwam met zijn kleine rode boekje. Kwam hij naar boven toe en had een lijst van overleden wielrenners en wielrensters. Dat heb ik me altijd heel erg goed voor ogen gehouden. Wat Jean me toen leerde van, je moet die dingen, die zijn essentieel. Waarom zijn ze essentieel? Oké, Castartelli reed in een tijd dat helmen door de heren renners niet goed genoeg gevonden worden. En ze zetten dan ook geen helm op. Vergeten wij niet dat pas in deze eeuw de helm met heel veel problemen is geaccepteerd door de heren renners. Ze hebben het 12 jaar lang zelf tegengehouden. Want het was, ze konden ook wel met het blote hoofd fietsen, vonden ze. Nou, dat was natuurlijk niet zo. Maar je moet altijd een moment hebben van jeetje mina, dat je terugtreedt, dat je gaat nadenken en dan komt de wijsheid vanzelf. En wij herdenken dan een Noorse jongen, André Dreken. Het is niet anders. Op de Kloos Krokna viel die ongelukkig en overleed. En hij is een van een heel groot peloton mensen dat op de fiets is overleden in wedstrijden, trainingen of wat dan ook. We komen misschien daar straks op terug. Ik heb nog wel één mooi voorbeeld. Maar feit is dat je altijd stil moet staan bij dit soort momenten. En Maxime, ik heb gezegd. Ja, zeker. Dank je, Mark. Maxime, jij zit in Frankrijk. Hoe is het bericht daar aangekomen? Of gebeurt er eigenlijk niks? Nee, geen aandacht voor? Nou ja, of de organisatie hier nog wat mee gaat doen, dat is voorlopig nog niet bekend. Maar dat werd dus, ja, de beste André Dreken, dat nieuws kwam eind van de middag gisteren een beetje door. Toen was de etappe nog bezig. Dat slokte wel de meeste aandacht op. En besloten we toch eventjes bij de bus van UnoX te gaan kijken. Want er rijdt een volledig Noors ploeg mee in deze Tour. Dit betreft de Noor. En wij weten dat het Noorse wielrennen niet heel erg groot is. En dat, nou ja, een kleine hechte gemeenschap is. Dus ik ben daar nog naartoe gegaan. Toen werd het ons wel duidelijk dat de renners van UnoX na de finish eerst apart zijn gehouden. Daar het nieuws kregen en vervolgens de melding kregen van gaan terug naar de bus. En duik meteen naar binnen. Spreek niet met omstanders, met media. Dat heeft alleen Alexander Christophe gedaan. De ervaren rot. En die heeft even kort herinneringen opgehaald. Ja, en natuurlijk ook verteld hoe verschrikkelijk het is. En dat het, zijn letterlijke woorden waren, it seems to happen more often recently. Dus het lijkt de laatste tijd steeds vaker te gebeuren. We moeten natuurlijk maar een jaar terug dat iemand anders in een afdaling overleed. Met Gino Meder in de Ronde van Zwitserland. Dus dat was eigenlijk wat er tot dat moment in de Tour erover bekend was. Ik sprak nog met Noorse media. En die zaten helemaal in een dubio. Want die hadden inmiddels al gemeld van ja, er is een Noorse wielrenner overleden. Maar hielden de naam nog achter, want de nabestaanden waren nog niet allemaal geïnformeerd. Ja. Maar goed, ondertussen waren op de social media, in Oostenrijkse media, ging de naam, inclusief een foto van de beste persoon in zwart-wit, al vurig rond. Dus dat was, je zag gewoon dat daar de collega's het een beetje moeilijk mee hadden, dat ze iets achterhielden wat overal al bekend was. Ja, ja, Maarten, en jij bent zo'n renner geweest die zonder helm rondfietste. Ja, ik sla ook een beetje aan op het betoog van Mart. Daar reed je rond zonder helm. Maar het is zoiets van, vallen kan altijd. En dat wil je zoveel mogelijk wegblokken. Je wil er niks mee te maken, je wil er niet over nadenken. Dus je redeneert dat weg als het ware. Ik heb een keer de dood van een renner meegemaakt zelf. Ik reed 3 plekken achter Michel Goffin in 87 in de Dauphiné. En
Hij glijdt onderuit in een bocht en ik zie hem met zijn hoofd op het weg slaan. En ik denk, eerste gedachte is, stomme eikel, ik had er ook wel bij kunnen liggen. Dat is een redenatie, die slaat natuurlijk nergens op. En je eerste valpartij, denk je daar heel anders over. Maar als je een gelouterde prof bent, dan ga je op die manier daarmee om. Je probeert dat weg te blokken. En dat is, het is net zoiets als wat ik me kan voorstellen. Zo heb ik het ook wel eens opgeschreven. Als je in de oorlog bent en je zit in de loopgraaf en je hoort het gekerm van de gewonde soldaten om je heen, dan wil je niet horen. Weg ermee. Je bent onsterfelijk. En de dood, je blokt dat weg. En dat is natuurlijk een rare mentaliteit. Maar het is wel iets wat een rol speelt. En daarom blijft het ook maar doorgaan. Ik gaf net het voorbeeld van, toen we nog niet online waren, van Jasper Philipsen. Die geeft een kwak om bij Cavendish in het wiel te komen. 10 plaatsen achter hem valt Pedersen zich doodongelukkig. En Philipsen doet het de volgende dag weer bij Van Aert. Terwijl hij zelf 2 dagen daarvoor met 60 per uur over de weg heen stuiterde. Dus het is net alsof het gewoon niet in die hoofden komt. En ze maar door blijven gaan omdat dat erbij hoort. Maar dacht jij toen niet, als je dat gezien had, van misschien moet ik eens een helm op zetten? Mijn vader zou dat een CDA-oplossing hebben genoemd. Zo'n worstenhelmpje deed ik dan op. Van, dan heb ik in elk geval iets op mijn hoofd. Maar niet te gek. Ja. Ik heb... Nee. En anderen dachten dat ook niet. Ja, ja dat is wonderlijk. Ja, dat is de bubbel. Dat is gewoon zo. Daarom is het ook zo strak. Ja. Maar laten we niet vergeten dat Laurent Fignon, een van de toch grote Franse wielrenners van die tijd, een aperte tegenstander van het dragen van helmen was. Hij was de grote voorstander van we fietsen bloothoofds, we zijn mannen. Dat klopt. Ja. Hij ging voorop in de tegenstelling. Ja, nu kan je niet voorstellen. De UCI wilde dat, per se. En Laurent was een van de woordvoerders. We zetten ook onze helmen af, daar moet ik wel bij zeggen. Die helmen wogen in die tijd een kilootje of 2. En daar moest je dan een berg mee op. Ja, dat vonden die renners natuurlijk helemaal niks. Ja. Nee, dat snap ik goed. De dood kwam gisteren langs. Maar ook voetbal, Maxime. En die halve finales, hoe worden die beleefd in het peloton? Of ligt iedereen gewoon netjes op bed? Nee, die worden wel gekeken. Al moet ik zeggen dat het toch wel meevalt hoe het leeft. Er zijn wel wat collega's die dan een rondje langs de wielrens gaan maken. En gaan vragen hoe ze het gaan kijken. Dan is het antwoord vanaf mijn bed met de beentje omhoog zo ongeveer. Kijk, en in tegenstelling tot de andere kwartfinales was het natuurlijk hier in de Tour geen clash. Je had natuurlijk bij andere wedstrijden, ik meen, wat was het, waar speelde Frankrijk tegen? Nou goed, geen Spanje, aan. Ja. Tegen Spanje, ja, en de wedstrijd nog daarvoor. Tegen Portugal. Ja, daar had je nog, nog renners van hetzelfde land tegen elkaar in één ploeg. Dat zorgde natuurlijk nog wel voor strijd. Dat was Nederland-Turkije al niet het geval, want er rijdt geen Turkse renner mee in het Tourpeloton. Dus het valt nog mee. Al was ik wel nog even op een pleintje gaan kijken in Dijon, waar Frankrijk speelde. Donderdagavond was dat. Ja, dat stond natuurlijk wel helemaal vol met uitzinnige fans. Maar verder valt het eigenlijk nog mee, hoor. Is men heel erg druk bezig met de Tour zelf. Ja, alleen Dylan Groenewegen, die rijdt al de hele week in de rood-wit-blauwe vlag. Die zijn begin mee begonnen en die gaat er tot volgend jaar juni mee door. Ja, ongelooflijk. Dat is echt een hardcore fan. Ja. Mark, jij zegt altijd, de renners kleuren de koers. Ja. Nou, dat was gisteren zeker het geval, maar die kleur was grijs. Ja, maar dat komt voor. En dat moet je... Kijk, het zijn artiesten. Het zijn 175 mensen die een kunstje moeten uitvoeren. En godzijdank is er dan één in een bolletjestrui en die komt dan ook weer uit Noorwegen. En die blijkt dan weer vorig jaar samen het Noors kampioenschap gereden te hebben met de nu dode André Dregen. Die man die rijdt 110 kilometer solo voorop. En daar maken we ons al blij om. Want er gebeurt tenminste iets. Gisteren had ik een betoog van, ik heb te doen met mijn collega's die nu commentaar moeten geven. En ik herhaal dat. Er gebeurt niks. En als er niks gebeurt, een oud adagium van Bob Spaak, de grote voorman van de NOS-afdeling Sport. Als er niets gebeurt, dan moet je met verhalen komen. Dan is het niet meer voldoende om te roepen, daar rijdt die en daar rijdt die en die rijdt daar om daar. Nee, je moet het maken. En laten we niet vergeten,
Het is de commissie die dit allemaal aanbeveelt. Het is volstrekte idioterie om een hele wielerwedstrijd uit te zenden. Het slaat helemaal nergens op. Ik zal nog een voorbeeld geven. Martijn Lindenberg, die toch echt iets van televisie maken weet, die heeft ooit bij de grote UCI aangeboden om een nieuw formaat te maken. Namelijk een samenvatting voor alle deelnemende televisieorganisaties van de eerste 3 uur en dan live te gaan. Dat was een geweldige oplossing. Maar dan komen de reclamemensen van de grote rondes en die zeggen nee, we moeten helemaal erop. We hoeven er helemaal niet op, want er is niks leuk aan om één Noor vooruit te zien rijden. Dat is geen sport. Dat is een verworvenheid van het peloton, gesteund door de organisatoren en vooral door de sponsors. Het gaat om poen. Maar goed, uiteindelijk toch nog een mooie sprint, Maxime. En Girmay, ja, die flikt het hem weer. Ja, die pakt gewoon een tweede. De ploeg met het laagste budget uit de World Tour heeft hij nu wel 25% voorlopig van alle etappes te pakken. En dat is wel echt ongekend. De teammanager Eike Visbeek, Nederlander, die zei er van de afgelopen van, ja, we hebben hier de oudste bus van het peloton, we hebben het laagste budget. We moeten de meeste keuzes maken, maar we winnen hier nu wel de sprint met de renner die helemaal terug is. En twee ritzegens al te pakken. En ook dat die groene trui zit nog eens even steeds steviger om zijn schouders. Dus het is een beetje de tour voorlopig van de kleine ploegjes. Als je kijkt waar alle etappes naartoe zijn gegaan en wie er succes heeft, dat zijn vrijwel allemaal kleine ploegjes tot nu toe. Dat zegt natuurlijk ook wel wat over het koersverloop, hè? Mag ik daarop inhaken, Maxime? Want zeker, die grote ploegen, die rijden met z'n allen op kop. Maar die gasten van Girmay, die zie je niet. Want als die anderen op kop rijden, hoef jij niet op kop te rijden. Heb ik altijd geleerd. Van op kop rijden word je moe. En ze gaan allemaal in trein, en wat zeg ik, in bussen naast elkaar rijden. Zich helemaal uitputtend aan verschillende kanten van de weg. Ik dacht altijd dat je in een peloton van elkaar kon profiteren voor je snelheid, maar ze gaan naast elkaar rijden. En vooral die grote ploegen die zeggen, wij hebben een sprinter. Nou, die maakt weliswaar weinig kans. Maar voor die kleine kans gaan we toch maar dan met z'n allen op kop rijden en niet meedoen aan de koers. En ze leggen de hele koers plat. Nou, zegt Girmay met een sprintje bergop. En de groene trui in de schouders. Ja, ik zou die gok wel durven maken om lekker in het wiel te gaan zitten. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, we zien vooral voorlopig nog ontzettend defensieve koersen van die topteams. Hè. We hebben natuurlijk dan op dag 4 die Galibier-rit gehad. Nou goed, daar kan je je niet verstoppen. Maar toen, daarna heeft Visma Lisebike tot nu toe alleen maar defensief gereden. We hadden nog die waaierrit een paar dagen terug. Nou, jongens, daar gaan we het zien. Daar kunnen ze met dit sterke team wel eventjes de boel op de kant gooien en iedereen onder druk gaan zetten. Vroeg ze een afloop, zeggen ze, nou, als we dat hadden gewild, hadden we wel anders aangepakt. Met andere woorden, we rijden op kop. We zorgen dat Vingegaard op, nou, minstens rij 2 zit en het liefst op rij 1. En verder doen we lekker niks. Op die manier in optocht richting de finish. En wachten tot week 3, want jongens, daar moet het gaan gebeuren. Ja. Ik ben benieuwd. Misschien moeten we voortaan. Eventjes, ik ga een beetje spelbreken zijn. Er wordt allemaal spektakel verwacht. Gravelstroken, oorlog. Niet als dan Visma ligt hoor. Defensief. Zorgen dat Vingegaard ongeschonden en met zo min mogelijk tijdverlies aan de finish gaat komen. En misschien kunnen ze voortaan de eerste 2 weken van de Tour samenvatten. Ja. Voordat ze live de 3e week gaan uitzenden. Heel goed idee. Ja, dat, maar goed. Laten we eens gaan naar iemand die gisteren meesprintte en zowaar daarmee 69ste werd. Piet Allegaard. Ik vind het een geweldige naam. Maarten, nou, ken je hem? Ik ken hem, want hij heeft 1 Tour de France gereden. Dat is zijn oom. Kijk, ik moest natuurlijk even zoeken, want Piet Allegaard is al een mooie naam. Maar hij presteert niet zoveel. Overigens is hij wel een keer heel erg dichtbij een overwinning geweest. Daardoor hangt zijn helm. Hij werd 2e in Bretagne. Dan heb je de Paris-Roubaix van Bretagne. Een beetje de gravel road zoals wij vandaag gaan zien. Met wat keitjes erbij. Tropro-Leon of zo heet dat, geloof ik. Tropro-Leon. Ja, Tropro-Leon. En dan werd hij in de sprint, echt in de millimeter sprint geklopt. Maar desondanks werd hij in Roeselaar, die helemaal gek zijn van wielrennen. En die hebben een museum. Koers heet dat museum. Hoe kan het ook anders? Daar ligt zijn helm, die hij toen op had, ligt daar in de vitrine. Waar hij 2e mee werd. Dus, gaaf. Maar hij is opgeleid, toen hij 9 jaar was, is hij opgepikt door Luc Wallace.
En Luc Wallijs is de nonkel van Jelle Wallijs, zijn ploegmaat. Dus er zit een soort West-Vlaamse enclave zit daar. En die zitten in COVID inmiddels. En die Luc Wallijs, die net als veel streekgenoten, ook Michel Pollentier deed dat. Hoe blijf ik nog een beetje in wielrennen? Ik begin een jeugdopleiding. Dus je regelt gewoon een paar fietsen en dan zet je die jongens op een fiets. En dan ga je fietstochtjes houden. En dat is ontaard in een fietsclub. Een grote fietsclub, Roeselare. En daar komt die Jelle Wallijs uit. Maar ook Piet Allegaard. Dus die is helemaal vanaf zijn negende rondgedragen in een soort wiegje van koers. Ja, hoe moet je dat zeggen? Van, ja, een bedje van koersparafernalia. Dat is echt... Ja, die moest gewoon wielrenner worden. En dat is die nu. En daar heb ik verder eigenlijk niks over te vertellen. Want qua koersprestaties... Hij is niet iemand die het koersverloop op zijn kop zet of wat dan ook. Maxime, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Het is een man van... Eigenlijk die steeds naar een krap aan top 10 sprint. Dus... Ik denk dat je gaat kijken naar zijn uitslagen in de sprints, dan zal de mediaan rond plek 12 liggen bij hem. Dat is soms de achtste, dan weer 12e, dan weer 10e. Nou, niet in de topkoersen. Debuteert nu wel in de Tour de France. En dat is natuurlijk opnieuw wel weer knap als Belg in een echt typisch Frans ploegje. Dus wat dat betreft is hier ook ter sprintvoorbereiding. Hè, van, je hebt Axel Zengle mee, ze hebben Kokaar mee. Dat zijn de mannen die voor de prijzen moeten gaan. Niet deze Piet Allegaard per se zelf. En Maarten, jij zei het al over dat museum Koers. Nou, hij heeft daar nog een band mee, want hij is inmiddels getrouwd een paar jaar geleden, 2021. En toen, in 2021, was het stadhuis in verbouwing in Roeselare. Dus alle trouwerijen moesten uitwijken. Je raadt al waar naartoe. Naar het museum Koers. Dus hij is als profielrenner in het museum getrouwd. Nou, op zijn Instagram zie je daar natuurlijk ook prachtige foto's van. Hè, hoe ze met wielen boven zijn hoofd een soort van haag maken. Dus hij is ontzettend verknocht. Daar zeggen alle wegen leiden voor hem richting Koers. Ja. Dat zoveel duidelijk. Ja, en hij is even voor de mensen die zijn achtergrond willen weten. Begon het bij Sport Vlaanderen. Heeft hij 3 jaar gefietst en daarna de overstap gemaakt in coronajaar 2020 bij Cofidis, waar hij vorig jaar een contractverlenging heeft gekregen. Dat betekent dat hij tot en met 2025 bij Cofidis rijdt. Ja, en zijn vriend Wallijs, die is helaas dit jaar afgehaakt. Want die heeft vorig jaar geen contract meer gekregen. Dus dat is die broederschap zet zich voort buiten de profsport. Wallijs, die is gaan die is nu aan triathlons begonnen en gaan gravelen. Dus wat dat betreft, kijk, is dat natuurlijk weer een mooi lijntje naar vandaag. Ja. Had Wallijs zomaar mee kunnen doen. Hij heeft wel 1 overwinning, hè? De Tour de l'Euro-Métropole heeft hij gewonnen. Nou, dan ben je een grote jongen in het peloton. Ja. Die koers die heeft hij ooit winnend weten af te sluiten. Ja, en zijn vrouw heet Celeste en zijn dochtertje heet Mona. Ja, dat waren we bijna vergeten te vertellen, Mart. Ja, ik voeg nog even toe om duidelijk te maken uit wat voor streek die komt. Maarten noemde al de naam van Pollentier, Johan Museeuw, Briek Schotten, Patrick Sercu, Jean-Luc van der Broeke. En hij is bijna buurman van Patrick Lefevre. Daar zit dus een hele kern aan, zoals Maarten dat zo mooi zei, aan mensen die alleen maar wielergenen in hun hoofd hebben. Daar komt hij dus ook vandaan. Kijk, Piet Allegaard. Nou, dan gaan we naar de dag van vandaag, Maxime. Ja. Ja, we gaan gravelen. We gaan gravelen, ja. Van Troyes naar Troyes. Lekker overzichtelijk. Dit zijn topdagen voor iedereen die de Tour volgt. Want de verplaatsing is 1,5 kilometer tussen start en finish. Kijk. Heerlijk. Een dagje niet in de auto zitten, maar lekker kunnen wandelen van start naar finish. De renners doen dat niet. Die hebben een lange rit die helemaal naar het oosten gaat. Ze maken dan een lange lus. En dus heel wat gravelstroken. 14 om precies te zijn. Rond 30 kilometer aan gravelstroken, waarvan er 4 ook nog eens bergop lopen. Die zijn als 4e categorie gecategoriseerd. Een rit van bijna 200 kilometer. En het is natuurlijk de grote vraag van wie houdt het recht? Wie houdt zijn materiaal heel? En wie gaat er geen tijd verliezen aangaande het klassement? Nou, dat is nu inmiddels al breed gediscussieerd. Alle ploegen met mensen in het klassement, die zijn er opeens geen fan van. En de renners die denken hier kans te maken op een rit, die zeggen, hadden voor mij wel meer stroken ingemogen. Dus het is een leuke tweespalt in het peloton die ontstaat. Iedereen die praat
wat goed in zijn eigen straatje past. Feit is wel dat we dus in het klassement, ik vrees, geen grote strijd gaan zien. Dat zal eerder gewoon ontstaan door materiaalpech. Laten we hopen dat het niet gaat voorvallen. Maar vooral de strijd om de ritzegen, die zal fel betwist worden. En bij ons op Wielerflits hebben we één iemand 5 sterren gegeven. En die rijdt in een regenboogtrui. Dus laten we hopen dat Nederland 2 keer mag juichen, Joost. Gisteren voor het Nederlands elftal. Vandaag wellicht de wereldkampioen. Ja, dat zou mooi zijn. Marten begint al gewoon te juichen. Nou, Marten, mag jij voorspellen wie er wint? De nummer 8 van, van de startlijst. De nummer 8 van de startlijst. Ja. En jij, Maarten. Die wel zijn betonnen benen gaan afzetten, zoals hij het zelf gisteren beschreef. Want het, zoals de Belgen het zeggen, het marcheert nog niet helemaal lekker. Maar goed, hij hoeft dat niet kan te marcheren, hij moet fietsen. Ja, zo is het. Hoppatee. Ja. Wat denk jij, Maarten? Ja, die gaat op. Ja, ik vind het. Van het Poel is natuurlijk. Het ligt er duimendik bovenop. Maar als ik zie hoe het peloton nu rijdt. Ik zit naar sprintetappes te kijken. En ik zie in de laatste 3 kilometer. Zie ik Vingegaard op kop rijden. Of tenminste in tweede positie. Met dat hoofd als een schoen zo. Maar goed, dat is. Dus vandaag ben ik bang. Dat ook al die klassementsploegen zich door het wedstrijdverloop om de dagzegen heen gaan bewegen. Met alle gevolgen van dien. Er is altijd wel een reden om op kop te gaan rijden. Het zij om uit de problemen te blijven. Het zij om de problemen op te lossen. Dus iedereen heeft dan een reden om op kop te gaan rijden. En dan wordt het voor een aanvaller verdraaid lastig om een koers te kunnen winnen. En dan moet je gewoon lang wachten. Van der Poel die heeft dan ook vast weer een of ander belang om met Philips iets te gaan doen. Want ja, Philips kan dit ook, hè? Vergeet dat niet. Dus als ik denk van, als Mart dan zegt Van Aert en jij zegt Van der Poel. Het is gewoon natte vinger. Dan zeg ik Philips. Ja, Philips. Die al uit koers genomen moet worden. Ja, terecht. En dan hebben ze zelfs nog eentje, hè, met Johnny Vermeers hebben ze een voormalig wereldkampioen gravel. Dus daar hebben ze verschillende kaarten. En daar is natuurlijk, nou ja, wanhoop wil ik niet zeggen, maar vorig jaar lukte alles, tot nu toe lukt niks. Dus dat is zo'n ploeg die het vandaag echt wel bij gebrand is om succes te hebben. Ik ga opnieuw voor mijn naamgenoot, Maxime van Gils van Lotto Destiny, die ik een overwinning gun en die dit op dit terrein zomaar zou kunnen. Maar goed, ook goeie hij keuze, heeft wel nog goeie keuze. Met Arnaud Dali, hè? Ook nog iemand die... Goeie keuze, Maxime. Ja. Wellicht ga ik je over. Ja. Nou, dan ga ik voor Jasper Stuyven. Ja. 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 Die kan dit ook. Ja. Ja. Die kan ook nog een sprintje winnen van een wat grotere groep. Ja. Voorzitter. Maar deze man is wel zonder voorbereiding aan deze Tour begonnen. Die is op de avond van het Belgisch kampioenschap is hij gebeld of hij toch nog de Tour wilde doen. Dus die is zonder enige vorm van hoogtestage, wat beste dan ook, is hij nu aan de Tour begonnen. Maar goed, Pedersen ligt eruit. Dat was dus het hele plan van het Little Trek ligt op zijn gat. Dus nou ja, Stuyven zijn meubelen te redden. Maarten, wat wil je nog zeggen? Kom jij nog wel eens terug op de voorspellingen die in dit elite gezelschap worden gedaan? Wordt er nog wel eens gekeken wat onze score is? Nou, dat is vrij matig eigenlijk. Ik was er al bang voor. Nou, vind ik eigenlijk van niet. Ja, Mart heeft wel een keer Groenewegen gespeeld, maar toen tipte die Cavendish. Dus daar heeft hij 2 volle punten voor gekregen. Dus wij denken toch dat... Bij judo is dat heel veel, hoor. Ja, nee, daarom. Dus Mart doet het heel goed. En voor de rest blozen wij maar wat af. Want het is allemaal net niet, hè. Ja. Maar Nice is nog ver, hè. We kunnen nog. Ja, precies. We moeten het een keer goed hebben. Nou, heren, we gaan afsluiten. Nog één stichtwoord? Ja, want ik begon straks over de doden. Ik ga jullie een heel kort verhaal vertellen over een hele beroemde wielrenner die niemand van jullie ooit heeft meegemaakt en dus ook de luisteraars naar deze podcast niet. Geboren in 1901 in Roosendaal, Twan Mazerak. Zegt jullie helemaal niets. Is ook niet zo belangrijk, want hij werd tweede bij de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928. En hij werd een keer eerste, een keer tweede en een keer derde bij de wereldkampioenschappen sprint. Toen kwam de oorlog en in de oorlog moest hij voor de Duitsers werken. Dat verrekte hij. Hij wilde geen Duitsers zien. Hij dook onder met zijn familie, kwam na de oorlog naar buiten toe, fietste nog steeds voor zijn plezier en werd een weldoener van de streek waarin hij woonde in Roosendaal.
Hij had geleerd, hij was eloquent. Hij zette een heel groot garagebedrijf op, dat werd succesvol. En Vliegveld Woensdrecht, dat we allemaal kennen, is zijn idee, heeft hij gebouwd. Hij wilde wat terugdoen voor de maatschappij had vliegtuigen nodig, dus Vliegveld Woensdrecht, dat was het oude vliegveld, de Eendekooi, werd door hem en vooral zijn geld en zijn gedachten over de wereld werd opgezet. Toen kwam het mooie jaar 1966. En vrienden van hem zeiden van, goh, wat leuk, jij was wereldkampioen en je was tweede bij de Olympische Spelen. En dat was in een tijd voor ons. Zou jij het leuk vinden om met ons nog eens een keer een wielerwedstrijdje te rijden? Als 65-jarige ging hij een beetje trainen en die wedstrijd vond plaats in Dortmund in Duitsland. Met allemaal oudjes, oude Belgen, oude Duitsers en oude Nederlanders. En verrek, als onze lieve heer het niet anders gewild had, Twan Mazarak viel in die koers. Schedelbasisfractuur. En de volgende ochtend lag hij dood in een hotel. De weldoener van Roosendaal. De man van het vliegveld Woensdrecht. Zilveren medaille Olympische Spelen. Goud, zilver, brons bij de wereldkampioenschappen. En er is geen mens die weet wie die is. Mooi verhaal, Mart. En dan kan ik nog even vertellen voor het voorspelklassement dat... Nog van eergisteren. Iemand die Evenepoel had wel iemand goed voorspeld overigens, hè, met de tijdrit. Maar goed, Super Sonny, die krijgt zo'n fantastische bidon. En gisteren voorspelde de fietsenmaker Venlo, ja, zo heet die persoon. Die voorspelde Girmay, dus die krijgt ook een fantastische bidon voor de fietsenmaker uit Venlo. Nou jongens, we gaan hopelijk toch nog genieten van een schitterende etappe. En dan spreken we elkaar morgenochtend weer. Adem, hè. Ja, dat was hem alweer, de nieuwste aflevering van de Kopgroep. Wil je meer zien? En dat wil je. Klik dan hier ergens op je scherm. Abonneren kan ook. Klik dan op het bolletje.